Ja, ik weet niet hoe ik moet gaan staan. Hallo, wat vond u hiervan? Ja, hartstikke geweldig. Yeah. Ja, waar komt u vandaan? Woont u hier in Pendrecht? Ja, bij Hontenisstraat. De? Hontenisstraat, één straat hierachter. Oh ja, wordt dat ook verbouwd of? Nee, ook gesloopt. Ja, ook gesloopt en dan weer nieuwbouw, hè? Of wat willen ze gaan doen? Ja, daar komen allemaal eensgezinswoningen. Dus... Met tuintjes en zo? Ja. Dat klopt. Oh ja, oh, is het toch nog wat groen ook? Want dat, als het allemaal beton, dat... Nee, het wordt allemaal heel mooi. Ja, het wordt mooi, hè? Ja, het verleden was ook heel mooi, maar de toekomst, dat kan altijd beter worden, hè? Beter, ja. Hartstikke leuk, ja. Dus ja, we zien het wel in de toekomst hoe het wordt. Ja, oké. Okay. Hoe lang zou je denken dat ze ermee bezig zijn? Nou, even kijken. Ik denk nog een jaar of 4, 5 wel. Eer alles nieuw is, denk ik wel een jaar of 10 dat alles dan... Ja, hele tijd, hè. Ja, je moet alles... Ja, het neemt tijd in beslag, maar dan heb je ook wat, hè. Ja, nou, dat is ook zo. Ja, oké. Okay. We zitten... Ja, we zitten nu te wachten op ons nieuwe huis. Nou, nieuwe huis. U woont nog in het oude huis nou. Oh, ja. Oh, jullie gaan... Hoe gaat dat in zijn werk dan, denk je? Wij gaan naar de Dinterlordstraat. Er wordt nieuw gebouwd en dat wordt... Voor tijdelijk of blijf je daar dan zitten? Plus flat, er wordt een nieuw huis gebouwd nu. En januari, februari is de opleiding. Een 50 plus flat, daar ben je veel te jong voor. Nee, ja, was maar waar. Nee. Daar ben je toch veel te jong voor? Je hebt toch iets van mijn leeftijd ongeveer? De 55 hoor. Oh, nou dankjewel. Nee, echt niet. Lekker vief toch? Ja, blijven. Ja, u bent ook lekker vief, maar omdat ze zeggen 55 plus flat kan ik me niet... Ja, kan je nagaan. Dat kan ik me helemaal niet bij voorstellen. Dat is echt... Het is echt wel zo hoor. Dus... Oh, oké. Okay. Nou, hey, bedankt voor het interview. Blijf je nog even plakken? Ja, we gaan nog even verder rondkijken. Is goed. Even kijken nog en ja. Oké. Dankjewel. Heb je een kaartje? Ja, heb ik al gehad. Heb een kaartje gehad. Oké. Dankjewel. Ik dank je wel, hè. En nog veel plezier. Dag. Dag. Hè? Die nog. Ja, dat vind ik leuk. Ja, je moet hem en zo. Oh, hem. Ja, spectaculair. Ja, was erg leuk. Ja, mooi hè? Ja. Ja? Nou, ik had het nog nooit gezien. Nee. Het is ook een groep uit Pendrecht. En ze moesten... Waar wonen ze? Oh, hier in Pendrecht, toch? Ja. Oh ja, nee, dat wist ik nog niet, sorry. Nee, het is erg leuk. Ja, het is een combinatie van entertainment en street dance. Ja, je kan alles wijs maken op dat gebied, dus... Wat je... videoclips wel eens ziet, dat is extended version. Oh, dat heb ik ook. Nee, dat niet. Ja. Nee, maar ja, het is ook... Kijk, een kunst toch om in zo'n kleine ruimte te dansen, want ze zijn meestal gewend om naar voren te gaan, naar de zijkant, naar achteren en weer naar voren. Ja, dat gaven ze ook aan, maar ze deden het heel goed. Was echt... Ja, goed hè? Ja. Nee, was leuk afzijn. Waar kom u vandaan? Woont u hier in Pendrecht? Niet meer. Ik heb hier 25 jaar gewoond. In deze straat. In deze straat, ja. Nou, ik woon al sinds 1983 niet meer in de wijk. Ja, ik ben al heel lang weg hier, maar... Nee, maar je vond het toch leuk om even weer... Ja, het was leuk om weer even te zien zo. Ja. Dus dat was ook de bedoeling, hè. Veel oud-bewoners waren hier. Ja, oh ja, het zijn allemaal oud-bewoners, ja. Ja, die komen even kijken of wat het dan wordt en zo. Ja, kijk, nu staat het er nog, hè. Ze hebben plannen ermee, hè. Ja, het moet afgebroken worden. En er komen allemaal nieuwbouw komende jaren. Allemaal nieuwbouw, ja. Allemaal eensgezinswoningen heb ik gehoord. Ja, moet je dat dan moet je weer kopen? En, Ja, ik weet niet of het koopwoning of huurwoning zal door elkaar zijn, denk ik. Oh ja. Ik weet niet exact wat er komt, maar... Nee, waar wij vandaan komen is allemaal koopwoningen geworden. Dus daarom vroeg ik dat eigenlijk. Ja. Nee, wat er precies komt, weet ik niet. Maar het wordt wel mooi. Ja. Oké, nou dank je voor het interview. Blijf nog even plakken. Veel plezier nog. Oké, bedankt. Dankjewel. Dag.